rijdt er wellicht dagelijks aan voorbij. Openbare kunstwerken in de gemeente Oosterwijk. Prachtige objecten met een verhaal. Wat inspireerde de kunstenaar om dit kunstwerk te maken? Beeldspraak geeft je een inzicht hierin. Mijn naam is Hans van Eert. Ik ben beeldhouwer, woonachtig in Oorschot. Ik ben al bijna zo'n 50 jaar als beeldhouwer werkzaam. Dus ik heb nogal aardig wat ervaring en ook een aardige collectie opgebouwd. Ik heb mijn opleiding gedaan op de Academie Industriële Vormgeving, afdeling, de vrije afdeling beeldhouwen. En heb mijn MOB handvaardigheidsdiploma gehaald. In 2005 kreeg ik van de gemeente Oosterwijk, de stichting MOOI die daar een onderdeel van was, de opdracht om een beeld te maken op een rotonde als kruising bij de gemeente Oosterwijk, Oorschot en Moergestel. De opdracht was om een voorportaal te maken voor de omgeving, de natuur, met in gedachtegang een menselijke maat. Als de keuze om een voorportaal te maken voor deze rotonde, ben ik uiteindelijk gekomen tot het maken van een drietal vensters. Vensters waar je doorheen kunt kijken, zodat je ook de achterkant van de rotonde ziet. Als je daar rondom de rotonde rijdt, kijk je door de vensters naar de omgeving, waardoor het een open karakter krijgt. En ik heb gedacht aan de drie gemeentes die erbij betrokken zijn. Namelijk, in elk venster zit een kijker en in elk venster zit een attribuut wat beweegt. De kijker, bijvoorbeeld het voorportaal wat naar Oorschot wijst, is een mannetje op een stoel en die kijkt naar een fietsertje. Het fietsertje is het land. Terwijl bij Oosterwijk, daar zit een man met een verrekijker die naar de natuur kijkt. En Oosterwijk is een op de natuur gerichte gemeente. Daar vandaan ook de vogel die bovenin vliegt, die symboliseert een beetje de natuur. Natuurlijk moet je ook nadenken over wat voor materiaal je gaat gebruiken op zo'n rotonde. Ik heb gekozen voor kortenstaal. Kortenstaal is een metaal wat roest, maar niet doorroest. Kortenstaal is A, een redelijk sterk materiaal, waardoor het ook constructief makkelijk te verwerken is en ook makkelijk blijft staan. Het materiaal op zich heeft een roestachtige kleur, wat heel natuurlijk is voor dit materiaal. Ik ben toch heel tevreden en vind dit echt een opdracht waar ik met 100% achter sta en heel tevreden met het resultaat hiervan.